Maar liefst 2 bioscoopfilms over Sinterklaas deze maand. Martijn van Nellestein komt na zijn succesvolle Sinterklaasfilm van vorig jaar nu met een nieuw avontuur, Sinterklaas en de verdwenen pakjesboot. Er is niemand meer in het kasteel, Sint. En wat nu? Ik begrijp er niks van. De pakjesboot verdwenen. Laten we alles nog eens op een rijtje zetten. Wij zijn hier in Spanje en de pakjesboot is onderweg naar Nederland. Nou zeg, dat heb je scherp gezien. Tja, altijd drama. De makers van het Sinterklaasjournaal, dames en heren, die komen ook met een film. The Amazing Movie. Maar die wilde hier op de een of andere manier niet zitten in combinatie met de regisseur van de film waarvan we net een fragment lieten zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat zou je eigenlijk aan hun moeten vragen. Het is toch jammer, we hebben allebei afgelopen zomer met dezelfde fantastische man Sinterklaas mogen werken. En wat is nou leuk om daarover te praten? Ja, ik begreep dat het risico groot was dat jullie elkaar in de haren zouden vliegen. Nou, ja, dat is zo onaardig. Ik niet. Dus, zij ook niet, neem ik aan. Dus ik denk dat er misschien ergens bovenin iemand zit die misschien bang is. Ergens voor. Geen goed idee. Laten we het over de film hebben. Ja. Sinterklaas heeft dus een drukke zomer achter de rug. Ja. Aan 2 films meegewerkt. Altijd ellende. Er gaat altijd van alles mis. Ja, of zijn paard is verdwenen, zijn boek is gestolen, zijn mijter is weg, zijn ring is kwijt. Dus elke keer is het wel weer wat. Ja, waarom maar, is dat? Ja, ik ben zelf de schrijver van dit verhaal. Ja, waarom breng je hem in zo'n lastig pakket? Ja, hij wil dat zelf toch ook. Ja? Ja, hij wil graag meewerken aan dit soort avonturen. En op de een of andere manier moet het dan toch blijkbaar altijd misgaan met die man. Ja. En Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn als hij zelf niet een hele dikke vinger in de pap zou hebben in het verhaal wat wij elk jaar brengen. Ja, je hebt het boek voor je liggen. Ja, dat is die man vergeten. En, ook nog eens een keer. Ja, dus we gaan zorgen dat dit op tijd bij de pakjesboot terecht gaat komen. Want die man moet het natuurlijk wel bij zich hebben als hij zo meteen op de boot staat. Dus de pakjesboot is achterhaald, maar het boek is nu kwijt. Ja, nou, gelukkig niet kwijt. Ik heb het bij me. Hier, ja. Dus we dachten, we nemen het even mee. Ja. Waarom een Sinterklaasfilm nu al? En waarom 2 op het moment dat de Goede Heilig Man nog lang en breed in Spanje zit? Ja, nou in ieder geval, wij hebben na het succes van onze vorige film, Sinterklaas, het geheim van het grote boek, ja. Hadden we al snel besloten dat we nog een film zouden gaan maken. Ja. Dat is deze film geworden. Ja. Een goede reden waarom een film redelijk vroeg uitkomt, is dat de herfstvakantie komt eraan. Ja. En je hebt dus toch dat betekent een commercieel... Ja. Want je hebt een lange periode nodig om zeg maar, je bezoekers te trekken in de bioscoop. Want als het 5 december is geweest, dan is het ook echt gelijk voorbij. Dan gaat ook gelijk niemand meer. Nee, dus je moet hem nu uitbrengen om te zorgen dat er ook mensen komen kijken. Ja. Ja, dan werken ook nogal wat bekende Nederlanders mee aan de film. Ja, klopt. Laten we even kijken naar een fragment. Is goed. Ik heb Tita vorige week een mobieltje cadeau gegeven in haar schoen. En ik heb dat nummer. We kunnen de pakjesboot gewoon bellen. Ja, natuurlijk, hier. Dankjewel. Je telefoon gaat, Pita. Telefoon. Oh, telefoon. Oh, ja. Oh, ja. Eens even wennen, hè, want ik heb hem net nieuw. Groene knop. Die, ja. Oh, wacht. Ja. Met Pita. Met wie? Sinterklaas? Ja, we zagen Frans Bauer, meen ik, als kapitein van het schip. Ja, klopt. Komt dat wel goed dan? Nou ja, hij kan goed varen. Dat viel ons reuze mee. We hebben natuurlijk best een lange reis moeten maken met die pakjesboot om dit te filmen. En Frans als kapitein aan het sturen. We zijn nergens tegen aangevaren, geen ijsbergen onderweg tegengekomen. Goed zo, dus dat is allemaal goed gegaan. Pardon, waarom maakt iemand van 31, ben je mening? Ja, klopt. Telkens nog steeds Sinterklaasfilms. Ja, nou ja, het is Sinterklaas is iets dat blijft altijd leuk. Het is natuurlijk een enorm leuk kinderfeest. En Erik-Jan Slot en ik, wij produceren deze film samen. Wij doen het al een aantal jaren. En wij vinden dat het eigenlijk jammer is dat er in Nederland nog nooit eerder eigenlijk bijvoorbeeld Sinterklaasfilms, echte Sinterklaasfilms gemaakt zijn. In de bioscoop hebben we wel Sinterklaas als zijfiguur gehad in Kruimeltje en Het Paard van Sinterklaas. Ja. Maar er is nooit echt een avontuur geweest dat echt over Sinterklaas ging. Totdat wij vorig jaar in de bioscoop kwamen met Het Geheim van het Grote Boek. Ja, maar is dat een soort van kinderlijke... Een neiging naar avontuur met de Sint? Ja, je kan met Sinterklaas alle kanten op. In onze films ook. We hebben spanning, we hebben romantiek, we hebben actie, we hebben romantiek zei ik al, liefde. Hele lieve dingen, hele spannende dingen. Je kan echt alle kanten op met een Sinterklaasverhaal. Wat je ook maar kan bedenken van een normale, zeg maar, Nederlandse speelfilm, dat kan in zo'n verhaal zitten. Goed, romantiek met de Sint. In de bioscoop te zien. Dankjewel voor je komst. Gaan we naar het weer, dames en heren. Amara Omuka van Meteoconsult. Stormachtig aan de kust vandaag.